Welkom bij de bespreking van ons eerste thema van de Wolga. En daarin geef ik een introductie van wat er eigenlijk op ons af kan komen in het Wolga-gebied. Ik geef eerst een overzicht van de mogelijkheden. Ik laat een aantal partijtjes zien. En ik laat ook zien dat er ook nog verwantschap is met een andere opening, onder andere het Konings-Indisch. En dat Wolga-kennis ook nuttig is als je witspeler bent. Dus laten we maar eens kijken. De Wolga die begint met d4, althans vanuit wit. We spelen paard f6, c4 en c5. En hier gaan we in op de mogelijkheid dat wit hier vooral d5. De rest laten we even buiten beschouwing voor wit. Het is zet als e3, paard f3, slaand op c5, etc. Dus hier laten we zien hoe de Wolga start. En die Wolga die start hier met b5. En het eerste wat ik hier wil laten zien is een partij die we zo direct zullen volgen. Die ging niet met b5 van start, maar we zullen daar straks eens naar gaan kijken. Een partij van Tuinman of Bronstein, waar eigenlijk fantastisch werd geïllustreerd hoe die Wolga eigenlijk tot stand kwam. Maar eerst maar eens de gewone zet. En die wordt ingeleid met dit pionoffer. En de bedoeling van zwart is dat hij twee pionnen op de damevleugel aanbiedt. Niet twee pionnen achterkomt, want na c-maal b5, a6 sta je er één achter en de andere krijg je weer terug. Maar na b-maal a6, wat overigens niet gedwongen is, er zijn natuurlijk veel alternatieven, daar komen we later over te spreken, kijken we eerst hier eens naar de opera 6. En dit is een beetje de uitgangspositie van de Wolga. En als we eens kijken wat er aan de orde is, dan proberen we een paar zetten verder te kijken. Bijvoorbeeld paard c3, d6, paard d3. Hier wordt g6 het meeste gespeeld, maar laten we ook maar even kijken naar de zet hier. Paard bd7 komt zo terug op g6, maakt niet zo heel veel uit. e4. En hier zien we de eerste kenmerken. Zwart gaat op de damevleugel druk uitoefenen, op die half open B-lijn en half open A-lijn. En zijn loper gaat die vierhand citeren naar G7. Dat zijn de eerste kenmerken. Hier slaat hij op F1. En de bedoeling daarvan is dat wit die lastige loper afhaalt en zijn koning daarna in veiligheid brengt via H2 of G2. Dat is altijd de optie. En dat hij uiteindelijk voldoende spel kan houden in het centrum met E4, E5. Hij staat terug, G6. Hier een belangrijke keuze, G3 of H3. In de varianten zullen we daar later dieper op ingaan, maar ik laat nu gewoon eens een partij zien wat goed laat zien hoe de mogelijkheden van zwart tot uiting kunnen komen. H3, nuttige zet, en vooral als je weet dat een van de manoeuvres in de Wolga van zwart is paard G4 naar E5. Dat wordt eruit gehaald en maakt een vluchtveld voor de koning op H2. Loper G7, koning G1, kort rokade, koning H2. Wit heeft kunstmatig gerokeerd, wil zijn toren naar E1 spelen, wil ook E4, E5 doorzetten. En waar liggen nou die kansen van zwart? Op die damevleugel dus. Dame A5, een standaard set, maar wel goed. En de toren gaat naar B8. En hier hebben we eigenlijk alle schablonen van zwart wel ondertussen gezien. Zijn toren staan goed, zijn paarden staan goed en nu moet er verder druk worden uitgeoefend. En een van die drukmomenten is om het paard op C3 te gaan ruilen. Dat paard op C3 dat zorgt er eigenlijk voor dat die loper op G7 nog niet voldoende invloed kan uitoefenen op B2. En daar is een mooie manoeuvre voor. En die manoeuvre die wordt straks ingeleid met paard E8 naar C7 naar B5. Zie ook dat er ook andere mogelijkheden zijn om dat paard op A4 te ruilen. Dat is via B6 naar A4, het andere paard. Het gaat er dus om is dat we het paard op C3 proberen onschadelijk te maken, te ruilen. En daardoor de lijnen, de diagonalen en de lijnen, ruimer en groter maken. Waardoor de druk op B2, eventueel A2, vergroot wordt. Dit speelt hier toren E2. Dat is een nuttige zet om eventueel de toren naar C2 te spelen, om de druk op C3 kleiner te maken. Toren B4, interessante set.
houdt de mogelijkheid open om met toren AB8 verder de druk op te voeren tegen B2. Kijkt ook ondertussen naar pion E4. En wit speelt rustig koning G1 terug, omdat hij allerlei schaakjes op E5 vermoedt. En haalt alvast hier een beetje een profilactische zet, die koning weg daarvan. En nu gaat zwart met een standaardplan verder. En dat is nuttig dat je dat standaardplan kent. Paard E8. Zoals gezegd, dat paard is op weg naar B5. He, dus zwart probeert via het veld op C7 en daarna naar B5 te gaan. En het idee nogmaals is om dat paard op C3 af te ruilen, waardoor die loper op G7 naar B2 kijkt. A3. Valt de toren aan, maar ook weer niet helemaal, omdat die toren natuurlijk op A1 ook hangt. Maar we halen hem wel weg. En zo'n pionnetje op A3 verzwakt altijd de damevleugel. En de verzwakking is hier altijd veld B3. Wit moet er altijd heel goed mee oppassen. Toren C2, dat is het idee van wit om veld C3 verder te verstevigen. Toren B8, verder de druk opvoeren. Dame E2 en paard E5. En dan zie je, komt er een ander thema aan de orde. We willen ook best wel dat andere paard afruilen. Hij slaat. En nu zie je inderdaad het nut van koning G1. Het is niet met schaak. Dus we slaan terug op E5. Loper H6. Ja. Doet daar niet zo heel veel, maar wil blijkbaar zijn loper ontwikkelen om op de toren op A1 te kunnen spelen. En we volgen ons plan, paard C7. Toren AC1. Nou, wit heeft voorlopig C3 goed gedekt, B2 staat gedekt. En zwart duikt in dat gat. Toren B3. En wit staat weliswaar een pion voor, maar die pion, daar kan hij weinig mee doen. Hij kan moeilijk hier met zijn pion naar A4, die is hij dan ook meteen kwijt. Dus wat moet hij hier? Niet zo heel veel. En de set die hij hier speelt, maakt eerder verzwakking dan dat het mogelijkheden tot aanval creëert. Dit zijn hele gevaarlijke en riskante zetten voor wit. Maar in die tijd dat dit gespeeld werd, nou, hadden ze het misschien kunnen weten, maar tegenwoordig weten we gewoon dat de zet F4 is gewoon een hele riskante zet voor wit. En we zullen zien waarom. Loper D4. Koning gaat weer eens terug naar H2. En nou een hele mooie zet. Dame A6. Opmerkelijk, je staat een pion achter, maar je wilt best dame ruilen. En waarom? Omdat daarmee de druk alleen maar verder wordt opgevoerd tegen B2 en tegen C3 en eventueel E4. Als de dames geruild zijn, dan heeft wit geen mogelijkheid meer tot koningsaanval en gaat het spel alleen nog maar over de damevleugel. Wit besluit heel wijselijk om die dames erop te houden. Zwart doet nog een keer een poging. En nog een keer, en nog een keer. En hier is wit die best dus blijkbaar het remis wil met dame C8. En nu is het zwart die gewoon zegt, zullen we maar wat anders proberen. Je houdt een stuk erop. Je ziet, er is ondertussen sprake van een soort dynamisch evenwicht. En wit probeert, want daarom heeft hij F4 gespeeld, probeert met E5 verder te gaan. Hier dame D3. En dat is irritant, want daarom staat die zwarte dame daar heel goed. En de druk wordt hier een klein beetje verder vergroot. In ieder geval tegen veld C3. Nu wordt er wel dames geraad. En we zijn een stuk verder in deze partij. We hebben hier een heel klassieke stand van een Wolga. Een stand waarin je gewoon weet dat dit heel lastig spelen is voor wit. De computer zal het ongetwijfeld allemaal met 0-0-0 evalueren, maar dat is helemaal niet interessant voor ons. Als mens is dit lastig spelen met wit. F6, goede zet, houdt voorlopig helemaal E5 eruit. En die loper op H6 die doet helemaal niets meer, tenzij wit hier F5 gaat spelen. H4. Paard C7 en opnieuw ons plan om met paard B5 invloed te vergroten. Ik laat het partijtje verder nu gewoon even zien. Paard D1.
B2 staat gedekt. Koning erbij, G3. En nu een hele andere belangrijke thema. En dat is deze zet. En die zet is mogelijk geworden door de witte zet F4. Nu wordt de witte pionnenstand die wordt verbrijzeld. Pion D5 wordt ineens heel zwak. En wit komt in de problemen. E5, ja, hij ging een pion verliezen, maar gaat het nu op deze manier verliezen. Paar D5, eenmaal. En ondertussen is het materiaal gelijk. Maar kijk naar de stand. Het is hier zwart die dan een overwegende stand heeft, wegens zijn actieve stukken. Een loper op H6 buitenspel, een paard op D1 passief en twee torens die alleen maar B2 staan te verdedigen. Het is duidelijk zwart die beter staat. Ik laat je de rest van het partijtje gewoon even zien, omdat het goed illustreert hoe dit verder kan gaan. Loper G5. De enige actieve toren wordt geraad. Toren D2, koning D7. H5 en die pakken we. Koning H3. En de koning gaat naar de damevleugel. Koning H4. Toren naar F3. A4. En het paard gaat naar B6. Valt aan. Paard naar C3. En dit zal ongetwijfeld niet de enige zet geweest zijn, maar een hele sterke paard C4. Toren E2. En daar gaat hij. Ja, als de druk eenmaal heel groot is, dan is pionverlies daarna ook niet meer te vermijden. Paard B5, paard keer A4, paard dan C maal D. Wit heeft zijn paard ingewisseld, geruild voor de sterke loper. En ondertussen is pion D4 een hele gevaarlijke vrijpion geworden. Zo gevaarlijk dat hij zijn toren passief moet gaan zetten. D3, koning H5, toren G3. Loper H4, toren H3. En hier gaf wit op, omdat ja, de pion loopt gewoon in feite door met de hulp van de koning. Dit is een partijtje van Portis met wit tegen Vasjukov uit 1974. Portis was in die tijd een wereldspeler met een zeer sterk openingsrepertoire. En die wordt hier geconfronteerd met het Wolga-gebied en weet eigenlijk nauwelijks hoe die goed ertegen moet ageren. Dus hier een eerste idee. Ik laat je een ander partijtje zien vanuit deze stand, waarin de andere naam van het Wolga-gebied wordt in ere hersteld, want dat is het Benkö-gebied. En meneer Benkö, Paul Benkö, een Hongaar, later naar Amerika geëmigreerd, die speelde dat eigenlijk zijn hele leven. Dus er zijn nog steeds discussies of we dit het Wolga of het Benkö-gebied moeten noemen. Tegenwoordig heet het vooral weer Wolga-gebied. Ik heb geen idee waarom. Maar Paul Benkö was een groot voorstander die het Wolga-gebied, het Benkö-gebied, enorm eigenlijk wist te populariseren. Laten we een partijtje van hem spelen. En Benkö die speelde hier G6. Dat is de meest gebruikelijke zet. Paard BD7 werd net gespeeld, maar je bent iets flexibeler met zwart. Want je paard hoeft niet per definitie naar D7. En dat zullen we ook zien. Ook weer de zet E4, loper F1, koning F1, loper G7, H3, ook weer die zet, kort, koning G1. En hier zien we Benkö iets anders spelen, paard A6. Maar realiseer je dat dat paard op A6 kan ook naar C7 en ook naar B5, om ook weer die paard af te ruilen. Dus je bent als zwartspeler best wel flexibel. Koning H2, dame B6, mooi. Niet standaard dame A5, maar dame naar B6. En de toren gaat naar banden B8, maar je zult zien, er komt weer eenzelfde thema ervoor terug. En dat is de dameruil via A6. Dame E2, toren FB8, paard D2, paard C7. Nu snappen we die zet. Afruilen met B5, paard C4. En hier staat die dame prima. Dus of die nou via A5 naar A6 of via B6 naar A6, dat maakt niet zo veel uit. Loper D2. Paard D7. Ook die zet begrijpen we, willen met paard E5 willen we de dominantie van wit via veld C4 afruilen. Dat sterke paard, dat moet afgeruild worden. En stukkenruil, nogmaals, is niet onvoordelig voor zwart. Hij krijgt alleen maar meer ruimte voor zijn torens en zijn loper. Toren E1, paard E5. Pakt, pakt. Schaak,
F4, hier die gevaarlijke zet die riskant is, omdat er altijd een zet als F5 gaat komen, die ook in deze partij gaat komen. Loper D4, ondertussen staan de dames in de positie om geruild te worden. Wit ziet geen mogelijkheid om daar vanaf te komen en zwart vindt het prima. Wederom dat moment, je staat de pion achter en je vindt het eindspel prima. En dat is kenmerkend voor het volgende gebied. Toren E2. Koning F8. Paard D1. En daar is hij weer. Bijna standaard. F5. Je ziet, de witspelers hier hebben eigenlijk helemaal geen kaas gegeten wat er op hen afkomt. En worden hier in feite gewoon kansloos weggespeeld. En ook Benker wist dat in 1973, het jaar voor die partij die we net van Portis tegen Vashchikov zagen, die in 1974 in Manila werd gespeeld, kende hij al de kenmerken van de zwarte stand. Wit is hier in grote problemen. Dat ging als volgt verder. En je ziet, zwart heeft zijn pion terug, maar kijk eens even naar die torens van zwart. Alle witte stukken staan passief. En het centrum van zwart is zeer sterk. Hoe liep dat af? Als volgt. Nu de koning nog even activeren. A3. Verschrikkelijk paard op E3. Een soort inktvis. Toren E1. De druk opvoeren. Alle stukken komen binnen. Paard D3. Toren B5. Koning G1. Koning erbij. Paard naar D5, hij wil dus blijkbaar paarden ruilen. Wit wil dat niet, maar moet dan wel accepteren dat die pionnen mobiel worden. Nog verder terug, nog meer insnoeren. Probeert die pionnen van langs nog te breken, maar dat is ondertussen te laat. Toren F1, pent, ontpent, dekt. Probeert het paard weer op normale velden te krijgen. Maar nu gaat zwart gewoon pionnen pakken. En na toren G6, paard C3, gaf hij het uiteindelijk ook op. Ja, toren H5 is wel erg vervelend. Een heel simpel potje, maar het laat heel goed zien. De witspelers die eigenlijk helemaal geen idee hebben wat er op en afkomt, de fout F4 maken, dames laten ruilen, worden eigenlijk met boter en suiker ingepakt. Dus dat is een eerste idee. Dan hebben we nog een ander partijtje en dan wil ik je deze stand laten zien. Deze is eigenlijk afkomstig via een andere setvolgorde, die zal ik je hier besparen, maar eigenlijk via 2G6. En daar zal ik je later op attenderen dat er ook partijen zijn waarin de zwartspeler via deze setvolgorde met C5 en dan G6 dat doet. Ik zal hem even versneld laten zien zonder commentaar. Dit is niet een goede werkwijze voor zwart. Die feiten kan wit nu gewoon rokeren. Hij hoeft nou niet die manoeuvre met koning F1, G1, H2, dus hij bespaart tijd. Dus dit kan ik je niet aanbevelen om het zo te spelen. Maar ik laat je even de zetten zien, dan heb je een idee. Zijn gekomen. Nou, deze stand een interessant moment. Daar wil ik je even naar laten kijken. Dit is ook een mooie stand. Dat komt uit de partij van Taimanov tegen Bronstein in 1953. Dus we zitten nog ver voor de partij van Vashchikov en van Paul Benkeu. Ruim 20 jaar ervoor. En ja, het Wolga-gebied stond eigenlijk nog in de kinderschoenen. En het zal Bronstein niet geweest zijn, een geniale een creatieve speler die dit soort dingen durfde. Nou, laten we eens kijken. Paard E8, de zet ken je. Je ziet dat die zwarte dame die staat op C7. Maar dat hoeft helemaal geen probleem te zijn. Lopen naar D2. Paard A4, de zet snap je. En het maakt niet uit hoe die daar komt. Paard op C3 ruilen is gewoon heel erg nuttig voor zwart. Pakt. Ja, dan zou je zeggen, goh, dan ben ik ook nog mijn gefianciteerde loper kwijt. Maar erg is dat niet. Hier voert Brons ten eerste druk op. De druk op A2, de druk op C3. Hij dekt veld, pionnetje op C3. Hij kan nu pakken op A2, dat doet hij nog niet eens. En hij biedt dameruil aan.
Nu wil hij wel de dames ruilen. En dat scheelt een tempotje, want dan kunnen de dames weer geruild worden. Dan krijg je zo'n type eindspel. En zou je denken, nou, dat is toch heel erg remise. Alle pionnen op de damesvleugel zijn er eigenlijk af. En hier kunnen de stukken in de doos. Integendeel. Er gaan hier geen floppen, geen stukken in de doos. Er wordt hier helemaal geen remise gespeeld. Dit is hier zwaar in de problemen. Waarom? Omdat de zwarte stukken actiever zijn. Omdat pion E4 zwak is. Omdat pion C3 zwak is. Omdat de toren van zwart op de open lijn staat. Wit heeft hier helemaal geen gelijkspel. Hij maakt het erger. E5 probeert activiteit te zoeken. Maar die is er gewoon niet. De dames worden geruild. Pion wordt geruild. En de koning dekt het zwakke pionnetje op. E7 heel relaxed. Paard naar B3. Valt de zwakke pion aan op C5. C4. Paard naar C5. Kijk. Als je hier paard D2 speelt, dan krijg je deze. En alles staat keurig gedekt. Dus dit is geen oplossing. Dus dat gaat het niet worden. Dus terug. Dus paard C5, toren A1, koning H2. En die pion op D5 is een groot zorgenkind voor wit. Paard E4. Zullen we een toren-eindspel doen, zegt wit. Nee. Jouw toren staat wel wat vreemd. Zet Bronstein tegen Tarmanov. Toren G5. En nu toren A2. En ook dit eindspel is bijna niet meer te houden voor wit. Hij speelt hier toren G4. Hier is paard B6 nu nog sterkere zet, maar uiteindelijk wint dit uiteindelijk ook. F5, toren F4, paard B6, paard G5, duikt in dat gat op E6, maar het is wel een pion weg. Toren D4. Nu dekt hij hem. Nou, zo loopt dat uiteindelijk af en we zijn bijna bij het eind. Toren C8, hij slaat en dan zou je zeggen, nou ja, dit is toch nog wel enigszins interessant, totaal niet meer. Want met paard D5 wordt het duidelijk, de draait nu op G2, F4 hangt en hier doet hij deze. En ja, naar koning H1, ja, als die slaat, dan komt paard E3, volkomen verloren paard en spel en opgegeven. Ja, een klein illustratief partijtje dat ook hier wit laat zien dat hij eigenlijk niet weet hoe hij zich moet opstellen. Dus dit waren een paar de eerste beelden van de Wolga. Je hebt een eerste idee. Wat valt er meer over te vertellen over de Wolga? Ten eerste dat het heel erg nuttig is om Wolga te spelen als je Koningsindisch speler bent. Bijvoorbeeld Koningsindisch na dit soort type standen. Dus dit is een beetje de uitgangsstand van het Koningsindisch. En ik laat een paar voorbeelden zien. Een voorbeeld met het vier pionnenspel. En iemand die het Wolgahand heel erg leuk vindt met zwart, kan hier overwegen om B5 te spelen. Om naar C-man B5 A6 te spelen. Dus hier heb je de mogelijkheid om in het Koningsindisch Wolga te spelen tegen bijvoorbeeld het vier pionnenspel. Kasparov heeft dat ooit gedaan. Het is linkersoep, maar het kan wel als je het ambieert. Tegen loper E2, kort loper G5, de zogenaamde Averbach variant. Ook daar kun je een Wolga opstelling innemen. Bijvoorbeeld paard BD7, dame D2, C5, D5 en je ziet hem al aankomen, B5. En dan CB5, A6 en weer een Wolga. In het Koningsindisch zijn heel veel mogelijkheden om tot Wolga-gambit te komen. Dus dat is een hele interessante optie voor de zwartspeler. En tot slot wil ik je laten zien dat wit zelf ook het Wolga kan spelen. En dan zullen we dat even laten zien en er eventjes erachter te gaan zitten met de witspeler vanuit de witte stukken. Bijvoorbeeld paard 3, D5, C4, D4, G3. C5 en je ziet hem aankomen. B4, CB, A3. En we hebben gewoon een normale Wolga met verwisselde kleuren. Kort en goed, het Wolga-gambit is een opening
dat een heleboel schablones kent. Zwart offert een pion, maar de standen zijn niet bepaald alleen maar scherp, maar ze zijn ook heel positioneel gefundeerd. De paradox is dat je met je pion achter juist wel eindspelen nastreeft. En dat hij het heel goed moet opletten dat hij niet zijn hand overspeelt met zetten als f4, waardoor hij in een zeer slecht eindspel terechtkomt.